Ja, jullie hebben het gezegd. Ik zei, ja, Harry, dat kan niet hoor. 1 keer per week over B&B en vol liefde. Nee, het moeten er minimaal 2 per week zijn. Nou, oké, dat doe ik dan. Hier is dan de 2e van de week. Dus ja, we hebben gekeken natuurlijk weer. En ach. Heb je dat gezien in Frankrijk met die Chantal? Nou, die noemen we vanaf nu dan even voor het gemak even Toujours. En Toujours, die kreeg bezoek van een of andere gozer in een cabrio. Dus die noemen we even cabrio voor het gemak. Dus dat is... En cabrio, die zit gewoon te vertellen dat hij, geen probleem, die is 20 jaar geleden met pensioen gegaan. En zelfstandig ondernemer. Wat dat mag betekenen. En niemand weet wat hij doet. Nee, wij niet. Maar Toujours ook niet. Dus ja, daar komt nog waarschijnlijk een hele rare aap uit de mouw. En daarna zagen we hun dus in een, nou werkelijk om in te lijsten weer, prachtige lange stiltes. Ah, vrienden, wat kunnen we daar toch van genieten? Van de afdeling ongemakkelijk, wat is dat toch geweldig. En ik weet zeker, ja, want dit is dan, oh, wegkijken, en dan gewoon je mond houden, en het is zo mooi. En vrienden, ik weet zeker als de WK ongemakkelijk, die worden binnenkort natuurlijk gehouden, dat is altijd. En dan weet ik zeker, de Toujours en Cabrio, ja, die pakken sowieso een podiumplek. Schakelen wij snel door naar onze vriend met de oorbelletjes en de rare petjes. Die man uit Texel, die heel vaak weet je wel zegt, dus die noemen we even weet je wel. En weet je wel, die kreeg bezoek van 1 vrouw met een kort koepie, die noemen we dan even Kuifje. En hij houdt niet van kort haar. En ze had ook nog geen billen, dus hij zag het helemaal niet zitten. Maar voordat we het wisten, vrienden, ja, hup, vol op de platte bek. Hij, ja, weet je wel, met Kuifje, hoebedeboep. Ja, maar er moet er nog een hele batterij aan dames daar komen. Dus ja, dat gaat natuurlijk een chaos worden. Want let op mijn woorden. Voor je het weet, ja, is hij weer, hup, op de platte bek met nummer 2 of 3. Ja, weet je wel. En dan krijgt Kuifje, die wordt zo aan de kant geschoven. Komen wij natuurlijk terecht in Italië, bij Arrivederci. En Arrivederci, die heeft bezoek van moeilijke voornaam. Maar goed, daar is niet zoveel mee aan de hand. Die is nog wel leuk. Maar daar is er één daar aangekomen. De ene Desiree, die heb ik al genoemd. Een overjarige hysterica. En die noemen we vanaf nu ook gewoon hysterica. En die is vol. Kom, matte klap, beste vrienden. Hebben we dat gezien? Die loopt daar in Toscane op een prachtige markt. En niks aan de hand. Ik bedoel, mooier kan je niet wensen in het leven. En hij heeft overal commentaar op. En vindt alles maar niks. En heeft een grote mond tegen de Italianen. Hoe durf je gewoon? En die omdat er een paprika, die kon niet rechtop staan. En dan ging mevrouw helemaal uit de plaatje. Nou ja, zeg. Hoe durf je gewoon? Die hysterica is typisch een geval van iemand die gewoon veel te laat steeds haar medicijnen neemt. En heb je gezien die scène bij die slager? Ja, staan ze me daar te doen tegen die slager, alsof die slager niet goed bij zijn hoofd is. Nee, omgekeerd. Oh, gekkenhuis, jij. Oh, vrienden. Het was zo'n beschamende vertoning. En het werd nog gekker met hysterica toen ze in die keuken stond van Arrivederci. Maar ja, die Arrivederci, die wordt ineens bijna weer sympathiek vergeleken bij hysterica. En in die keuken, daar had ze te weinig messen. Hij had te weinig messen. En zelfs Arrivederci werd er gek van. En dus er is maar 1 oplossing hier. En Arrivederci moet dat heel snel doen. Haar hysterica in haar taxi stoppen en gauw naar huis sturen.